Op het moment dat ik de mat opstap, dan kijk ik er altijd recht in ogen aan. Sommigen die kijken altijd weg. Ja, dat is al 1-0 van mij. Ik ben begonnen toen ik 5 was. Ik riep toen niet al, nou, ik wil Olympisch kampioen worden. Maar toen ik 12 was, toen mocht ik voor het eerst meedoen aan een Nederlands kampioenschap. En toen werd ik op mijn eerste NK werd ik Nederlands kampioen. En toen dacht ik, volgens mij heb ik hier wel talent voor. En dan vind je op een gegeven moment vind je een vanzelfsprekendheid. Dan denk je, oké, van een NK komt een EK. En op een gegeven moment, bij de junioren, werd het een WK. Dat is allemaal heel erg leuk en dat neem je mee in je rugzak. Maar ik wil wel bij de senioren wil ik die titels halen. Toen werd ik Europees kampioen met 23. Toen haalde ik mijn eerste EK-medaille bij de senioren. Ik haalde mijn WK-medaille bij de senioren. Ja, en dan ontbreekt er nog eentje. Het is natuurlijk de Olympische medaille. Dat is gewoon, dat is de kers op de taart. Het komt niet vanzelf en je moet er gewoon enorm hard voor werken. En daarom vind ik het wel belangrijk dat ik ook het maximale eruit haal. Ik ga het niet verliezen op passiviteit. Nou, en dat is ook wel hetgeen wat mij wel kenmerkt tijdens een judowedstrijd. Ik sta op een bal van mijn voeten. Ik ben continu aanwezig. Ik laat het eigenlijk niet doodbloeden als het ware de wedstrijd. Simpelweg omdat ik geleerd heb om door die spreekwoordelijke muur te gaan. Dus als bijvoorbeeld de golden score ingaan, 9 van de 10 keer die win ik zelf. Ik heb zelf in mijn persoonlijke leven heb ik ook het een en ander meegemaakt. Waardoor je uit een diep dal hebt moeten komen. En ik denk dat dat je alleen maar sterker maakt. Mijn vader die is in februari heeft hij een zware hersenbloeding gehad. Hij zit op dit moment in een revalidatiecentrum. Naar omstandigheden gaat het goed met hem. Hij traint heel hard. En we hebben afgesproken dat hij voordat de Spelen beginnen, dat hij dan thuis is. Dus ik ga voor die Olympische medaille vechten en hij gaat ervoor zorgen dat hij weer zo snel mogelijk naar huis kan. Mijn naam is Jules Fransen. Ik ben 31 jaar en ik ben judoka, topsporter en ik ga naar de Olympische Spelen in Tokio.